We staan hier met het vraagvuurteam met Jeroen van Wijngaarden, fractievoorzitter van de VVD in Stadstil Zuid, waar de VVD de grootste partij is in de deelraad. Jij was in uh, het voorjaar te gast in de vraagvuurstudio en het ging over de onderdoorgang van het Rijksmuseum. Wat is er sindsdien gebeurd? Nou ja, sindsdien heeft uh, de gemeenteraad uh, besloten dat er toch uh, gefietst mag blijven worden onder het museum. Ondanks het feit dat. Uh, uh, in tegenstelling tot wat altijd het geval was, de ingang ook in die onderdoorgang of passage komt. Uh, wij hebben uh, als Stadstel Zuid altijd gezegd: van, ja, doe dat nou niet, want uh, dat levert een verkeersonveilige situatie op. Er is ook een uh, wetenschappelijk onderzoek, een rapport dat dat uh, staaft. Uh, dus je ja, moet straks zien hoe dat gaat uh, als je al die bezoekers, fietsers, scooters, toeristen door dat 19e-eeuwse gangetje wil gaan persen. Uh, maar het gaat wel gebeuren en we gaan daar uh, het beste van maken. Ik feliciteer ook uh, de, de winnaars van de discussie. Dus ook uh, no hard feelings, maar ik maak me wel zorgen. Ja. Is het nu een afgesloten hoofdstuk? Nou, wat mij betreft wel. We gaan nu gewoon uh, met blik op de toekomst hier het beste van maken. En uh, ja, we moeten ook straks allemaal als Amsterdammers ook gaan zien uh, hoe het hier gaat. Eh, al die toeristen, al die bezoekers van dat mooie nieuwe Rijksmuseum. Dus eigenlijk is het een afgesloten hoofdstuk. Het besluit is genomen. En er moet echt een hele goede reden zijn, wil dat weer heroverwogen worden. Ja, ik denk dat je dat zo, uh, dat je dat zo mag zeggen. En ik, ik hoop eerlijk gezegd, hoe raar dat dan ook klinkt uit mijn mond, dat die hele goede reden er niet komt. Want dat zou, de, zou echt een voorste stijging met uh, verkeersincidenten worden hier. Maar ja, laten we hopen dat het gewoon goed gaat. We gaan er nu ook het beste van maken. Uh, maar ik, uh, ja, ik blijf me wel over verbazen dat, uh, dat men dit besluit zo heeft geno genomen. Want het is echt het gevoel dat het heeft gewonnen van het verstand. Ja.